Zo ging het op de open dag. Willen jullie daar keeperstraining van hebben? Ja! Willen jullie daar keeperstraining van hebben? Ja! Ga met ze mee en ze maken met jou een afspraak wanneer jullie op het veld komen. En 2 maanden later is het dan zover. Want belofte maakt schuld. Ja, vandaag is die dag, dus ziet hier achter mij zie je 13 kinderen en die proberen wat bij te brengen vandaag. En dat bijbrengen gaat de topkeeper prima af. Kijk omhoog, hè. Anders zie je de bal niet. Kijk, zo kan je hem zien. Goed zo. Deze kant gaat de bal heel rustig aan de linkerkant van de keeper spelen. Maar omdat 13 kinderen een beetje veel is, krijgt hij nog hulp van Jeroen Verhoeven, keeperstrainer Stefan Posma en Mike Havenkotte. De laatstgenoemde is zelf pas 17 en geeft een van zijn eerste clinics. Ja, ik vind het eigenlijk superleuk. Leuk om die kinderen zo enthousiast te zien om hier een dagje bij Utrecht mee te mogen lopen. En ja, dan vind ik het hartstikke leuk om mee te werken. Omdat ik weet dat ik het vroeger ook zo heb gedaan bij Michel Vorm nog. Dus het is alleen maar leuk om mee te werken met zoiets. Vertel daar eens over. Jij hebt een keer een clinicje gehad van Michel Vorm. Ja, klopt. Dat was nog in het stadion met de Fanosdag. En toen liep ik er ook als klein jochie en vond ik het ook super gaaf om van Michel Vorm te leren en een dagje mee te lopen. Dus ja. Robin is misschien al wat ouder, maar hij weet ook nog goed hoe het was om jeugdkeeper te zijn. Ik was eigenlijk altijd heel erg klein. Dus ik miste heel veel kracht, ik miste heel veel lengte. En dat is eigenlijk pas op latere leeftijd is dat gekomen. Dus vanaf een jaar of 17. Jij was klein? Ik was klein, ja. Je zou het nu niet meer zeggen. Maar op een gegeven moment kreeg ik een groeispurt. En toen ging het keeper ook steeds makkelijker. Toen kon ik makkelijk bij die hoge ballen en had ik meer kracht in mijn benen om die bal weg te schieten. Maar ja, dat heeft een tijdje geduurd. Na een middagje duiken, vallen en opstaan zit het erop. En dan is natuurlijk de vraag, wie is de leukste keeper? Verhoeven. Verhoeven. Waarom? Nou, hij geeft goed training en hij is grappig. Robin Ruiten, want ik ben een hele grote fan van hem. Vertel eens waarom dan. Omdat hij voor FC Utrecht is. En mijn moeder voor Mike van Moorden, alleen hij is wel naar Ajax. En waarom jij dan voor Robin? Omdat ik hem zo'n goede keeper vind en ik wil zelf ook keeper worden. Of er nog een klein ruitertje tussen loopt, is nog even afwachten. Maar een inzet in ieder geval geen gebrek. En je ziet zeker een paar talentjes ertussen zitten. Dus als die er heel veel plezier in hebben en die gaan hard genoeg trainen, wie weet zien we ze over een jaar of 15 in de Galgenwaard.